Ik vind dat dat is de manier waarop het zoiets kan of moet worden aangepakt. Ik ben ook betrokken geweest in het project van het Rainbowstort. En daar hebben ze ook met zo'n soort infosessies de bevolking proberen te informeren. Maar ja, de mensen moeten natuurlijk wel de moeite doen om tot hier te komen en om hun de info eigen te maken. Ook al is er op dit moment nog eigenlijk nog niets concreet. Dit zijn enkel nog maar wat voorstudies of wat bevragingen. Maar je moet natuurlijk een inspanning doen om de informatie tot je te doen komen natuurlijk. Dikwijls neem ik de autosnelweg richting Nederland en dan neem ik een klein stukje grote baan en dan rijd ik de autosnelweg op. Ja. Ja, op dit moment een zeer druk verkeer, hè. Op elk moment van de dag. En vroeger was het vooral 's ochtends en 's avonds, maar nu is het eigenlijk over heel de dag eigenlijk. Het kruispunt aan de McDonald's had wel een probleem. Dus zowel langs de twee zijden. Hè. Dus niet enkel de grote baan, maar vooral als je van de Komelaan komt of van de industriepark Centrum Zuid, daar is eigenlijk ook een bottleneck. Ja, ik denk dat de aansluiting sowieso van de Komelaan en ook van de Meerstraat, Centrum Zuid, dat die aansluiting heel anders moet ingericht worden. Want die zijn er niet op voorzien. De doorstroomtijden van de grote baan, de rode lichten, die zijn niet juist afgesteld. Dus dat is een bottleneck en daar hebben ze geen oplossing voor. Nu, wat ik zou willen veranderen is natuurlijk ja, de hoeveelheid verkeer moet op een andere manier ingericht worden. Nu komt er gewoon veel te veel verkeer doorheen de Noord-Zuid. Ik hoor hier ook dat het uiteindelijk niet enkel verkeer is Noord-Zuid, maar dat er ook vrij veel verkeer Oost-West is. En dat in het verleden denk ik niet zo is meegenomen. Maar dus ik denk ja, op een of andere manier moet de goede keuze gemaakt worden en moet inderdaad de grote stroom of de verkeersstroom moeten uit het centrum van Houthalen sowieso.